Toneelgenootschap Thalia heeft sinds 15 oktober een nieuw bestuur. Zo meldt de organisatie in een persbericht. Het bestuur dat bij acclamatie is gekozen bestaat uit voorzitter Humphrey Berggraaf en de leden Jeet Munisar, Sherita Gayadar Somwaru, Anthony Wong en Clifton Snow. Het nieuwe bestuur streeft naar meer eigenproducties en co-producties, wil nieuwe leden werven en zal de aanpak van achterstallig onderhoud ter hand nemen. Ook zal er een theaterschool worden opgezet. Daarnaast moet zowel de nationale als de internationale samenwerking op gang worden gebracht. De voorzitter geeft aan dat het toneelgenootschap haar waardige plaats in de Surinaamse samenleving moet behouden.